geweldig eigenlijk dat je met eenvoudige ideeën wat goed kan doen voor het milieu. Ja, niet alleen voor leuk voor het milieu, maar ook nog voor je portemonnee natuurlijk. Kaching, heel goed. Hey, je had het eerder over de Noordpool. Ja. Ik ben benieuwd welke effecten je daar ziet van ons consumptiegedrag, eigenlijk jouw consumptiegedrag. Nou, van mij waarschijnlijk niet zoveel, maar jij met je 8,8 score net, denk ik dat we daar iets van kunnen terugvinden. En daarom heb ik met Lars de Keizer een afspraak gemaakt. Dat hij via het Ben & Jerry's Climate Change College een expeditie mogen doen in Spitsbergen om op onderzoek uit te gaan. Oké, Lars de Keizer. Lars de Keizer, ja. Lars, je bent in Spitsbergen geweest, mm-hmm. in het Noordpoolgebied. Mm-hmm. Hoe was het daar, behalve koud natuurlijk? Ja, nou inderdaad erg koud, maar vooral erg indrukwekkend. We hebben daar heel veel verschillende dingen gedaan die te maken hadden met voorlichting over het klimaatprobleem. We zijn een les gehad van iemand die gespecialiseerd was in ijsberen in hun leefgebied. We zijn op sledenondertocht geweest, we zijn in gletsjers wezen kijken. En we hebben 4 dagen gesurvivald bij min 20 graden om een indruk te krijgen van hoe intens dat gebied eigenlijk is. Dat is echt super tof. En we zien hier in het plafond zien we een paar afdrukken staan. Van oude zoogdieren, van vroegere zoogdiersoorten. En dit specifieke exemplaar liep ongeveer 55 miljoen jaar geleden en liep hier rond. Okay. Wat heeft dat nou te maken met klimaatverandering eigenlijk? Nou, Spitsbergen ligt natuurlijk heel noordelijk, ligt vlak bij de Arctische Oceaan en dat was toen ook al zo. Okay. En het feit dat er hier dit soort grote zoogdieren rondliepen, die planten aten en dat soort dingen, wil zeggen dat het hier heel erg warm was in die tijd. Het doel van de reis was eigenlijk om mij als klimaatambassadeur echt betrokken te krijgen bij het echte probleem, zeg maar. Want op die Noordpool, daar verandert het meeste. Daar merk je het meeste van de klimaatverandering. Dus daar zelf met eigen ogen rondkijken en zien dat het ijs inderdaad smelt. En dat er inderdaad gevolgen zijn voor de ijsberen als er niets verandert. Je hebt ook een eigen project, hè? Ja. Ja. Kan je daar wat meer over vertellen? Ja, een van de eisen zeg maar, vanuit het Climate Change College en waarom ik die reis mocht maken, was om een eigen klimaatcampagne op te zetten. Nou, mijn klimaatcampagne heet Cool Schools in Alkmaar en is erop gericht om kinderen uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs voor te lichten over klimaatverandering. En als u bij mij een spaarlamp koopt, dan helpt u eigenlijk op 3 manieren mee. U helpt mee om het klimaat te verbeteren, want u bespaart CO2. U voelt het in uw portemonnee, want een spaarlamp verbruikt minder energie, dus het kost u minder geld. En 3, helpt u ook nog eens onze school, sponsort u onze school met een bedrag en zorgt u ervoor dat wij onze school energiezuiniger kunnen maken. Dus gewoon een goed initiatief. Dus als dank voor jouw briljante plan, zei Ben & Jerry's, ga jij maar lekker op de Noordpool zitten. Ja. En waarom doen ze dat? Nou, ze vinden het heel belangrijk om mensen in de categorie van 18 tot 30 jaar zeg maar, meer te betrekken bij het klimaat. Hè. Het was een gegeven dat met die betrokkenheid niet zo goed zat. En ze hadden zoiets van, ja, als wij nou iets verzinnen om die mensen daar enthousiast voor te krijgen en hen vervolgens weer enthousiast maken om een goed campagne-idee neer te zetten en dat ook echt uit te voeren, ja, dan is onze missie geslaagd. En vandaar het Climate Change College. Very interesting om te weten hoe het er allemaal aan toe gaat. Maar naar de Noordpool gaan met Flex, dat moeten we niet doen. Nee. Veel te koud. Dat denk ik ook. Maar ik vind het wel heel goed dat er steeds meer initiatieven komen om jongeren bewust te maken van een milieuprobleem op dit moment. Ja. Dat wel. En de filmindustrie is ook heel erg goed bezig met films net als die van Al Gore. Leonardo DiCaprio met The 11th Hour. Kijk zelf maar. There's a fundamental illusion in the world that somehow people are separate from nature. Our food is becoming poisoned. Worse is yet to come. Human beings are the source of the problem. We can be the foundation of the solution. We face a convergence of crises. Industrial civilization has caused irreparable damage. By the middle of the century, there may be 150 million environmental refugees. Not only is it the 11th hour, it's 11:59. I see a world in the future in which we understand that all life is related to us, and we treat that life with great humility and respect. What a great time to be alive, because this generation gets to completely change this world. Our response could very well save this unique blue planet for future generations. Wat vind je ervan dat er meer van zulke soort films gemaakt worden over klimaatverandering? Het is maar beter. Mensen zijn beter. Ja? Ja, de ogen gaan open voor dat soort dingen. Is dat nodig, vind je? Zeker, voor of voor nu. Nou, ik denk dat er wel mensen misschien door aan het denken gezet kunnen worden.
Maar ja, ik zelf heb niet zoiets van dat het voor mij helpt, zou zoiets niet helpen. Dus ja, ik vind het wel goed dat mensen daar bewust van raken, toch? Denk je dat als je zo'n film zou hebben gezien en je wordt toch een beetje met je neus op de feiten gedrukt, dat je dan wat meer zou gaan doen? Ja, misschien wel, dat je meer over dingen nadenkt, over het milieu en zo, ja. De jonge mensen gaat naar bioscoop. Ja. Dus het is wel een goede idee om te beginnen. Dat is weer anders dan een documentaire. Is gewoon weer veel mensen komen naar de bioscoop. Hé, hey, Leonardo DiCaprio. Goeie toch speler. Toch een goede speler. Nou. Acteur, ja. Nou, we hebben vandaag weer veel goede tips en ideeën binnengekregen, hè? Ja. Bij de kleine aarde en Lars die jongeren aanzet om een steentje bij te dragen. Ja, inderdaad. Maar ik denk dat we het nu wel even genoeg hebben gedaan. Dus ik zou zeggen, lekker achterover leunen, voetjes de lucht in en een filmpje kijken. Nou, je kan mailen naar mij of Tamar. info@tvflex.nl. Tamar?